bij de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag de dag van Wiegen, oftewel de roze woensdag. Ik kijk even achter mij of wij al veel roze wandelaars binnen zien komen. Maar zoals u ziet zijn het vooral de vroege militairen die Wiegen binnenkomen lopen. Kijkt u mee voor een verdere sfeerimpressie en voor de leukste interviews. Je bent er ook goed op gekleed, zie ik. Ja. Een roze broek. Ja. En voor wie sta jij hier vandaag? Nou, eigenlijk sta ik voor alle mensen die kanker hebben hier. Ja? En ja, mijn oma had ook borstkanker gehad, maar daar is het weer goed mee afgelopen. Die is gelukkig beter geworden. Ja. Ja. Maar hoe kom je hier dan bij terecht? Nou, mijn mama en papa hier actief bij? Nou, mijn vader werkt bij KWF. Ja. En mijn moeder werkte bij KWF. Kijk eens aan. Maar komen er nou ook veel wandelaars voorbij die voor de KWF lopen? Ja, die zijn nog niet langsgekomen, maar die komen nog wel. En wat komen ze hier bij jullie dan doen? Nou, gewoon eten halen of zoiets. Ja, en jullie moedigen ze leuk aan met die klappertjes? Ja. Ja? En krijgen ze verder ook nog een speciale verzorging? Nou, we hebben wel een massagetafel. Ja? Maar... heeft er vanmorgen al iemand opgelegen? Nee, dat nog niet. Nee, maar het is nog niet zo druk, hè? Nee. Nou gaat het komen. En ook die mensen die dus inderdaad heel veel ondersteuning nodig hebben. Dus klapperen maar. Ja. Waar komen jullie vandaan? Uit Heerden. Uit Heerden? Heerden. En gaan jullie nu naar het Rabobankpunt of staan jullie hier toevallig? Wij staan hier, want dan weten de mensen die lopen dat wij hier weer staan om ze aan te moedigen. Oh, jullie lopen helemaal niet mee? Wij lopen niet zelf. Wij zijn mensen om aan te moedigen. Ik was op zoek naar de eerste roze wandelaars. Nee. Wij zijn aan te moedigen. Maar dat ziet er ook heel leuk uit. Ja, dat hoort, hè? Maar jullie zijn dus net gearriveerd? Zijn net gearriveerd. Even koffie gedronken. 10 minuten te laat, helaas. Ja. Met koffie moet er gestart worden, dat vind ik ook. Jazeker, absoluut. Maar zijn er nou ook nog bekenden die meelopen? Ja. Collega's, een sportvriend van ons, familie, nou ja, verschillende. En ieder jaar hier in Wiegen? Ieder jaar hier in Wiegen. Vierde jaar en meestal bij de Rabobank. En wat maakt het feestje zo mooi? Nou, sfeer. Sfeer, gezelligheid. Ja. En de prestatie van de lopers. Ja. Absoluut. Goed zo, nou heel veel plezier en moedig ze aan. Ja, gaan we zeker doen. Ja hoor. Even gezelschap houden, want het is hier nog behoorlijk leeg. Godzijdank wel, ja. Dat wil zeggen dat u heel vroeg bent. En dat de soep nog warm is. Smaakt die? Hij is heerlijk. Dat is een van de redenen waarom ik hier de Vierdaagse loop. Voor de soep? Voor de soep. Ja. Kan dat niet anders te regelen zijn? Nou, voor de 50 kilometer? Ja? Dat is te makkelijk. Hoe laat bent u vanmorgen vroeg vertrokken? 4 uur. 4 uur? Even kijken, we zijn nu. Bijna 5 uur verder. Voelt u uw voet al? Absoluut niet. Nee? Nee. Een ervaren loper? 22 keer. Ja. Van tevoren je voeten afplakken, heb je nooit blaren.
hoe afplakken? Met leuk oplast, allemaal van die dakspansgewijs. Maar de hele voet of de tenen? Of, ik begin met de buitenste tenen, de grote teen, de kleine teen. Dan de ballen onder de voet, dan een stuk open laten en dan de hak. En dan kun je nooit blaren krijgen. Nou, dat moeten we misschien eens een keer een informatief reportage over maken. Zodat hier niet meer zoveel mensen bij de blarenpost komen. Dat zou helpen, misschien jou. Ah, het is nu nog niet druk bij de blarenposten, maar ja, dat komt straks denk ik. Ja, weet ik niet. Ik denk dat het, dit is psychologisch gezien misschien de zwaarste dag. Omdat iedereen spierpijn heeft. En dan een heel stuk moeten lopen van door het waterkwartier. En mensen denken, oh, we zijn al in Nijmegen, maar dan moet je nog een heel stuk. Ja. Maar ik denk dat morgen de Zeven Heuvelen echt lichamelijk de zwaarste dag is. Ja. Maar ja, dat is voor mij een trainingsrondje, vind ik leuk. Dus even een blokje om met de hond, alleen ik heb geen hond. Ja. En u traint dan ook niet meer van tevoren? Nee, ik heb een keer mijn moeder in de rolstoel over de Zevenheuvel gedaan. Dat rondje van de 30 kilometer. Ja, want zij heeft vroeger ook altijd gelopen. Ja. En ze is nou te oud om te lopen. Dus ik denk, nou, kijk of zij de route kent. Maar ja, met Alzheimer lukt dat niet meer. Ze kende heel weinig. Maar ze zit nog wel alle dagen zit ze hier in Nijmegen langs de kant van de weg. Om toch haar die sfeer weer te laten beleven. Maar trainen, ach joh, het is zo makkelijk. Ja. En loopt u ieder jaar alleen? Ja, niet alleen, maar u start alleen? Ik start alleen. En onderweg kom je toch iedere keer dezelfde vaste mensen tegen die ook voorop lopen. En dan praat je eens met die en dan praat je eens met die. Maar ja, met een hoog tempo kan niet iedereen je bijhouden. Dat is wel jammer. Dus ik kan wel heel makkelijk mijn tempo naar beneden brengen. Maar ja, voor een andere tempo verhogen om mij bij te houden, dat is wat lastig. Want wat is uw snelheid? 8 kilometer per uur. Dat is flink, ja. Ja, dat is zo. Verklaart u uw outfit eens? Amerikaans. Daar is mijn moeder 22 jaar geleden mee begonnen. Toen zij in Warnsveld woonde, is zij bevrijd door de Amerikanen, tenminste haar dorp. Het dorp zelf is geëvacueerd door de Duitsers, omdat hun daar gelegerd waren. Zij heeft nooit de kans gekregen om de Amerikaanse soldaten voor die bevrijding te bedanken. En zij heeft dat toen een keer opgepakt als eerbetoon voor alle Amerikaanse soldaten die gesneuveld zijn, om ze zo te respecteren en te bedanken. Wat mooi. Ja, en het sloeg ook heel erg in bij de Amerikanen. Als je langs hun heen liep, of je kwam langs de militaire rustposten, dan was het allemaal zwaaien, je kreeg souvenirtjes, goede gesprekken. Ja, helaas is zij te oud om samen met mij verder te lopen. Nou moet ik het alleen nog verder doen. Jammer, hè? Ja en nee. Ze is er ieder jaar nog bij. En ik vind het zelf ook heel leuk om het op die manier nog steeds voor te zetten. Het is nog wel een belangrijke traditie, vind ik. En Roze Woensdag doet u dus niet aan? Oh, kijk eens aan. Tuurlijk. Heeft u die zelf geloemd? Ja, ook dat nog. Ook dat nog. Ja, tuurlijk, joh. Een beetje creativiteit. Ja. Van alle markten thuis, dat zie ik wel. Ja, maar wat ik wel heel jammer vind is dat in de media nou sinds afgelopen jaren de Roze Woensdag het homofeest noemt. Vind ik een beetje jammer. Ik loop al 22... Ja, wordt dat zo uitgemolken? Nou, dat uitmolken is niet erg. Maar dat ze zeggen dat dat sinds enige jaren is. Als je al kijkt, ik loop al 22 jaar en vroeger had je in de Bataalstraat, Tweede Walstraat, daar had je dat ook al. Hele gezellige kleine straatjes, super sfeer. Daar kan de Hertogstraat in Nijmegen niet tegenop. Dat is echt commercie. Vroeger was het lekker intiem. En dan had je het gevoel dat je ook Nijmegen binnenkwam als intocht al. Neem niet weg dat het leuk blijft. Maar ik vind, als je het over homofeesten hebt, dan moet je al zeker meer dan 22 jaar teruggaan. En niet zeggen, nu het sinds in de Hertogstraat wordt gehouden, dat het nu plaatsvindt. Maar waar komt de Roze Woensdag van oorsprong vandaan? Ik denk van vroeger al, van zeker van meer dan 22 jaar geleden, toen het nog in de smallere straatjes was. Ja. En omdat het dus voor de wandelaars en voor de hulpverleners gewoon te gevaarlijk was, als er wat gebeurde om bij de mensen te komen, hebben ze gewoon andere straten uitgezocht. En toen is het dus ook massaal de naam Roze Woensdag gekregen. Nou, dank u wel. Ja, graag gedaan. Heel veel succes, misschien tot morgen. Zeker weten. Ja. Ik geloof wel dat u er morgen bent, maar of wij u ook treffen. Ja, nou ja, in Kuik zit ik twee keer. Eén keer voor de pontonbrug en één keer na de pontonbrug, omdat ik te vroeg ben. De familie zit nog niet aan de kant, dus moet ik daar verplicht twee weken rusten. En ze hebben daar ook hele lekkere soep. Nou, is de kans groot dat ik u daar tref. Is goed, 9:30. Wat ziet u er mooi roze uit? Dank u wel. Ja, waar komt u vandaan? Hogeveen. Ik hoor het. Ik doe dit speciaal voor mijn dochter, want die is lesbisch en daar ben ik hartstikke trots op. Echt waar? En loopt ze zelf ook mee? Zij niet, ik wel. Maar ze staat toch wel aan de kant om u aan te moedigen? Ook niet eens. Jammer. En dan bent u nog wel zo trots op haar? Ja, dat wel. Hoe gaat het vandaag? Best, heel best, ja. Ja? En gisteren ook goed gegaan? Ja, keurig. Met mij. Ja, de stemming zit er vandaag beter in dan gisteren in Elst. Oké, dat zou kunnen. Ja? Ja, heeft u het zelf nog niet gemerkt? Nee. Oké. Het is heel gezellig. Ja. Heeft u al leuke mensen leren kennen onderweg? Oh, allemaal leuke mensen aan de kant van de weg. Maar het roosgehalte valt nog een klein beetje tegen. Oké, ja, dat kan ik ook niet helpen. Dus u springt er goed tussenuit. Doei. Bedankt. Dag. Bye.
Komen jullie uit het Land van Kuik? Nee, niet. Je wil wel graag op tv Land van Kuik? Als dat mogelijk is, ik ben er nou toch. Het gaat wel lukken, denk ik. Ja. Heeft u ook iets leuks te vertellen dan? Ja, ik vind het hartstikke gezellig hier. Die mensen langs de kant. Ja, het zijn er zoveel. Ja, ook op de weg zelf, in die deelnemen. Ja, iedereen wandelt maar. Ja. Ja. Wandelt het een beetje door? Ja, ik vind het wel. Maar zijn jullie de groep kwijtgeraakt? Nee. Lopen jullie met z'n tweeën? Nee, we lopen individueel. Ja. Oh, echt waar? Ja, dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, we zijn elkaar onderweg tegengekomen. Ja. Okay, dus jullie kennen elkaar eigenlijk niet? Nee. Nou, we hebben dezelfde baas, hè? Zit er nog verschil tussen mannen en vrouwen die moeten lopen? Ja, de vrouwen hoeven geen bepakking mee te nemen dit jaar. Alleen dit jaar niet? Nee, ja, dit is, sinds dit jaar zover ik weet. Dus. Heb je al eerdere jaren meegelopen? Nee. Dus jij weet het verschil niet? Nee, gelukkig niet. Kun jij er iets over vertellen of dat nou zwaar is met bepakking? Nou, voor mannen, ik praat dus voor de mannelijke militairen. Ja. Die mogen tot 49 jaar moeten ze 10 kilo bepakking meenemen. Ja. En als ze in de deelname van de Vierdaagse, als ze dan 50 worden in het jaar, dan mogen ze die 10 kilo laten staan. Oh. Ja, dat is wel wat. Alleen vind ik het jammer dat zoals in 2006, toen was het zo warm, toen is die jammer genoeg na één dag afgelast. Toen werd er gezegd van oké, de 40, de burgers die mogen 30 gaan lopen, de 50 mag 40 gaan lopen. Maar de militairen die moesten 40 blijven lopen, maar die mochten die 10 kilo bepakking laten staan. Dan heb ik een beetje zoiets, wij zijn geen Ubermensen, we zijn ook maar mensen van vlees en bloed. Ja, dat dus dat vond ik gewoon onterecht. Maar ja, oké, je neemt ergens aan deel en dan heb je te nemen zoals het is. Ja, dat is zo. Ja? Heel veel succes samen. Ja, dankjewel, bedankt voor het interview. Tot vrijdag in Kuik. Ja, hoe laat? Een uur of 10? Ik moet even goed je gezicht op. Ja, nee, dat herken ik wel. Nee, dankjewel. Dag. Je ziet er wel fris en fruitig uit, maar als je hier ligt zul je niet zo heel prettig voelen. Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Ja, ja hoor, ik ben in één stukje doorheen gelopen, maar ik heb iets bij mijn enkel dat ik even iets last had. En, ja, vandaar, maar ze zei nou zal ik je kuiten er even bij doen, gewoon voor de lekker. Nou, lekker toch? Ja, dus zou jij mijn rug mag ook nog wel? Nou, dat doe ik vanmiddag, maar nee, het gaat op zich eigenlijk heel erg goed. Alleen ja, iets mijn enkel even last, dus ik zeg nou, ik wil toch even gaan kijken, want nou ja, even zien. En wat is dit voor medische post? Waar is deze van? Het is van de commandohut. Ja, van alle commando's. Mijn vader die heeft erbij gezeten, dus we zijn hier meer dan welkom. En dan, mag je hier mooi even gebruik van maken? Ja, even lekker wat eten, wat drinken. Nou, als het nodig is, kijk eens even naar of er dat... Heb je er gisteren ook gebruik van moeten maken? Gisteren hebben we alleen even wat broodje hier gegeten en een soepje gehad en daarna zijn we weer doorgegaan. En hoe zit het met de voeten? Ja, goed. Ja, dan heb ik echt perfect. En geen blaren? Ja, kleintje. Maar dat was zo minimaal, dat maak ik me geen zorgen over. En de jonge dame die naast jou ligt? Ja, dat is mijn zusje. Dat is je zusje? Ja. Nou, ga je nog even naar je zusje? Ja, mijn kuiten zijn een beetje volgelopen, dus een massage. Lekker hè? Ja, die laat ik natuurlijk niet gaan. Is het dan moeilijk om dadelijk weer opnieuw te beginnen? Nee, het eerste stukje even inkomen en dan gaan we gewoon in één keer door naar het einde. Want hoeveel kilometer lopen jullie? De 40, ja, allebei. Ja. Allebei. Voor het eerst? Nee, de derde keer al. Dus, De andere twee jaren ging het ook hartstikke goed. Ja, ik heb nog nooit een blaar gehad of wat dan ook. Dus, En waar zien we jullie familie, jullie aanmoedigen? Sint-Anna, vrijdag. Ja? Ja? Ja, mijn vader loopt zelf mee, dus... Heb je die al getroffen? Ja, hij staat verderop, dus... Kijk eens aan, gezellig met de hele familie. Ja, ja. Nou, nog heel veel succes samen. Dankjewel. Hop, 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 Marianne en Ante naar de top. En wie zijn Marianne en Ante? Dat zijn de kinderen van mevrouw van Heeswijk.
En daar zit u met z'n allen voor? En daar zitten wij met z'n allen voor. Zijn ze al voorbij gekomen? Nee, nog niet, want dan zwaaien we. Ja? Ik kan niet lopen, maar dan spring ik uit mijn stoel. Echt waar? Dan blijven wij wachten om dat te filmen. Ja, was dat maar waar, hè? Hoe lang zit u hier al? Een half uur. Dik half uur. En hoe laat verwacht u dat ze hier voorbij komen? Ieder moment? Nee, ja, ze is in aantocht, hebben ze net gezegd. Okay. Dus ze zullen zo wel komen. En blijft u hier dan nog de hele ochtend? Ja. We gaan nog niet naar huis. Zijn er ook nog andere bekenden van u die meelopen? Heel dit rijtje. Nee, meelopen. Niet meelopen. Jawel, maar Peter Vergeels die loopt mee. Ja. En verder weet ik het eigenlijk niet bij. Maar gezellig zo met z'n allen. Is dat vanuit een verzorgingstehuis? Ja, Boekstal. Leuk? Ja, heel leuk. En dan allemaal vrijwilligers, activiteitenbegeleiding? Hij is een activiteit. Nee, hij is de baas. Is de baas? De Mandy. Oh, kijk, ja. Nee, maar we kunnen hem niet missen. Goed zo. Heel veel plezier vandaag nog. Dankjewel. Ja. Plek hier op de tribune. Geweldig. Voor wie zit u hier speciaal? Voor mezelf. Ja? Voor uzelf? Heeft u een mooie plek gekozen? Ja, dat vond ik ook. Maar het is niet zo dat er iemand bekend van u meeloopt? Nee. Komt u zelf uit Wijchen? Ja, ik woon zelf in Wijchen. Ja. Mooi feest hier in Wijchen. Ja, er zijn twee leuke avonden geweest hier. Ja. En nu dit toch. Dus, En dat is de afsluiting eigenlijk voor Wijchen hier? Voor mij wel, ja. Ja, voor u wel. Ja. Ja. En tot hoe laat gaat het feestje hier vanmiddag door? Ik denk nu of twee, half drie, dat het dan wel voorbij is. Hier, ja. Hier tenminste. Heeft u zelf ooit overwogen om mee te lopen? Nee. Nee? Nee. Vroeger ook niet? Ik ben antiloop. Antiloop? Hoe komt dat nou? Nou, het is ziek niet zo zitten. Ja? Nee, ik ben niet zo van gebaande wegen en daar moet je naartoe. Ja. Als ik af wil slaan, dan sla ik af. Maar het is wel een knappe prestatie, toch? Sorry? Het is toch weer een knappe prestatie van iedereen? Ja, nou wel. Ja. Het is alleen jammer dat het als een demonstratie gebruikt wordt. Ja. Daar ben ik niet zo kapot van, ik zei. Ik wens u nog een fijne dag. Ik doe u ook. Dank u wel. Nou, gisteren hadden we u dansend voor de camera. Ja. Was u mij ontschoten? Ik denk, vandaag ga ik naar u op zoek. Nou, op zoek. Ik ga weer... U heeft vast wel iets leuks te vertellen. Ja, elke keer wel leuk. Nou, ik vind het zo fantastisch om dat weer mee te maken. Ik loop nu voor de zesde keer. Ja. En ik heb ook al een keer 50 gelopen. Nou, ik vind het hartstikke leuk. En hoeveel kilometer is het deze editie? Wat zeg je? Hoeveel kilometer loopt u deze 40. Editie? De 40? En op mijn 74e jaar. Dus, maar dat zou ik u ook niet geven. Maar ja, ik loop de joggen van alles. Conditie blijven, veel trainen. Ja. Zo'n 500 trainen per jaar. Maar wat heeft u koude handen? Ja, altijd. Altijd, ja. Altijd. Ongelooflijk, maar ik normaal gesproken ook. Ja, nee, dat ligt misschien aan mijn bloeddruk, maar... Maar ik zou zeggen, je bent toch warm gelopen? Conditie genoeg. Ik loop de yoga langs de molens en al als je dan zo, weet je wel. Ja. Dat kan ik ook nog. Een uurtje, hè. En heeft u tijdens alle vier de dagen deze mooie hoed op? Nee, niet altijd, want ik heb er morgen nog één. Ja. En dan, ik heb er drie bij, maar ik wil er vier maken. Hoor. Maar ik moet altijd verzamelen, van die dingen die te verzamelen. En dan maar opnaaien, en ben je zo'n dag mee bezig. Maar ja, ik geniet ervan. En u blijft de hele dag zo vrolijk? Ja, de hele dag. Knap hoor. Ja, ik ben vanmorgen al vroeg opgestaan, dus... Ja, steekt u de mensen maar eens aan, met uw vrolijkheid. Dat doe ik ook, mensen. Tot morgen, hè. En... Hij doet het maar met zijn 74, hè? Ik vermaak kinderen en ik wil jullie allemaal thuis de groeten doen van opa Armram. Tot morgen! Tot morgen! Is dat nou niet warm met zo'n pruik op? Hij valt wel mee eigenlijk. Ja? Ja, toch wel. Dus hij blijft tot het einde op? Als het goed is wel, ja. Want het wordt nog warm vanmiddag. Ja, maar we hebben vorig jaar ook met die pruik gelopen en toen ging het ook goed. Het was volgens mij nog warmer. Dus... Ja, inderdaad, wat was het vorig jaar voor weer? Ja, volgens mij was het nog warmer dan nu. Ja? Volgens mij wel, ja. En hoeveel kilometer loopt u?
Vandaag de 40. 40? Ja. Vorig jaar ook gedaan? Vorig jaar ook de 40, ja. We lopen voor de 9e keer. En hoe is het met de voeten? Ja, goed eigenlijk. Ja, goed? Ja. Ja, gaat goed. Ja. Ja, spiertjes ook. Zijn jullie moeder-dochter? Ja, ik ben moeder. Ja. Daar ging ik wel vanuit. Ja. Maar sprekend, maar dat zult u vast wel vaker horen. Ja, inderdaad. Of komt dat nu ook vooral door de pruik? Nee, het is altijd wel. Altijd wel. Jawel. Jawel. Ja. In de stemming zit er goed in hier in Wijchen. Het is gezellig, ja. Heel gezellig dorp. Heel stadje, wat is het? Ja. Ja. Lijkt of jij een beetje je stem kwijt bent, klopt dat? Ja, valt veel te zingen, denk ik. Toch? Ja. Ja, dat werd er gisteren dan ook veel gezongen onderweg? Ja, gisteren was het ook gezellig. En ja. Vond het gisteren een beetje... Ja, er zat wel wat meer miser, dus misschien iets rustiger, maar het was wel heel gezellig even goed om te lopen. Ja? Jawel, zeker. Ja. Nou, zet hem op, dames. Ja, is goed, bedankt. Oké. Okay. Dag. Zoals u ziet zit de stemming er in Wijchen goed in. Toch gaan wij er even tussenuit voor de reclame. Tot zo! Welkom terug bij het tweede deel van de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse in Wijchen. Ik heb nog niet zoveel mensen getroffen uit het land van Kuik. En het liefst zie ik natuurlijk die mensen die ik gisteren ook heb gezien. Dus we gaan even op zoek. Ja? Ja, lukt dat zo? Ja, je bent erop. Wat ziet u er mooi uit? Ja, leuk hè? Ja? Ja. Maar waar bent u zo druk mee bezig? Nou, ik kan mijn eigen nood filmen. Dus dat doe ik het via de ramen. Wat een oplossing. Ja. Hey, de Vierdaagse app, hoe zit het daarmee? Die krijg ik er niet op. Nee, dat hoorde ik dat het gisteren ook een beetje een probleem was. Ja, en wat ook al, dat je je vrienden niet kan volgen. Hè? Dus ja, helaas. Nou ja, vrienden genoeg hier toch? Oh jee, meer dan zat. Meer dan zat. Bent u alleen gestart? Ja. Ja? Helemaal. En, hoe is dat? Afval was mee hoor. Ja? Tussendoor krijg je nu krijg je natuurlijk een hoop opmerkingen. Ja. Nou, dan ga je gewoon verder lullen en dan ga je weer verder lopen. Zo warm of niet met zo'n pruik? Oh. Maar u houdt hem op? Ja, heel de weg. Ja? Enkel als ik rust doe ik hem even af, maar voor de rest helemaal ophouden. En hoe gaat het verder? Want u ziet er dan inderdaad fantastisch uit. Ja. Maar voelt u zich ook fantastisch? Ja, ik heb altijd last van mijn enkels, dus het moet gewoon doorlopen. Gewoon door blijven gaan. Ja, toch? Heeft u altijd, ook in het dagelijks leven? Niet altijd, maar als ik ga wandelen altijd. Okay. Dus gewoon intapen en gaan. Hey, maar nou is het wel leuk, hè? Want u zegt van ik kan mezelf inderdaad niet fotograferen, maar nu kunt u jezelf terugkijken. Waarop? TV Land van Kuik. TV Land van Kuik? Ja. Ga ik doen. Onthouden, hè? Ja, als ik het niet vergeet. En dan zien we u vrijdag weer in Kuik. Ja, zeker. Ja? Zeker, maar dan ben ik niet erg gekleed, hè? Nee, maar dan moet u ons maar eventjes aanspreken. Mooie vlag, ja. TV Land van Kuik. Doen we. Goed hey. Zo, succes! Hoi. Hey. Hoi. Ik ben vorig jaar
ben ik door u geïnterviewd, zeg met het petje, zeg maar. Ik weet niet, u bent een collega volgens mij. Ja, dat klopt inderdaad. Nu herinner ik het weer, want gezichten die onthoud ik inderdaad niet allemaal, maar dat petje wel, ja. Ja, ja. Nou, maar is het exact dezelfde? Ja, dus exact dezelfde, ja. Dus hij heeft het overleefd? Ja, hoor, ik heb hem gewoon in de kast staan liggen, al een jaar lang. Dus, maar bedankt voor een mooi interview, want ik heb heel andere mensen die hebben jullie even naar jullie site. En, ja. Dus u heeft het teruggezien? Ja, teruggezien, ja, ja, ja. Ja. Waar kwam u ook alweer vandaan? Ik kom zelf uit Leiden-dorp. Ja. En Petje was een chemie uit Friesland. Ja. En degene zeg maar, die het betrof, heeft het eigenlijk ook gezien en was wat echt heel erg mooi. Dus die was er wel trots op? Ja, ja, heel mooi. Ja, ja. Dus u loopt deze vierdaagse nog uit met deze mooie vogelnest? Ik ga voor de 16e keer ga ik hem lopen. Ja. En volgend jaar weer? Ja. Doe maar. Ja, echt een diehard. Ja, ik ga hem echt ontdekken, want het is een stukje van je levensvisie. Ja. Kijk, je hebt wandelen zoals je vierdaagse loopt. Ja. Dat is eigenlijk ook in je leven. He, zeg maar je levensweg. Ja, 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 ja. Je levensweg loopt, je loopbaan, dan staat je werk. En zoveel dingen, die relatie is er namelijk. Dat past echt bij u? Want ik wil daar veel dingen onduidelijk over het leven. Bericht door bergen en dalen. Ja. En met lopen merk je zelf de pijntjes mee. En als je pijntjes mee hebt, dan weet je ook hoe de grote dingen die je meemaakt in het leven, hoe je ermee om moet gaan. Maar is het nou zo, als u dus inderdaad aan het wandelen bent, dat u dan ook eenmaal in gedachten bent en uw leven zeg maar nog eens langs laat komen? Alleen dat is maar het moment. Eigenlijk is het continu eigenlijk een fase. Ja. Ik heb een keer van 2012, toen kon ik gewoon dus mijn leven terugkijken, weet je wel. Ik ken zin van, door welke berg en daal het allemaal gegaan was. En ook van boven, je daar ook nog bij krijgt, dat geldt ook nog bij. Ja. Nou, nu op naar de top. Ja, precies, hè. Gaan we doen, hè. Okay. Tot morgen. Tot morgen, ja, ik zal er zijn. Dag. Dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat ziet er wel ontzettend warm uit. Maar dat is net als in de Sahara, hè. Neem ze ook allemaal van die lange pakken aan, want dat WK is de zon. Ik mag natuurlijk niet vragen, wat zit eronder, hè? Gewoon een t-shirt. T-shirt, ja. Maar ja. Dit hou je echt de hele dag aan? Ja, ja, ja. Zo gaat die dingen. Knap. Wat had je gisteren aan dan? Gewoon lekker korte broekje en een polootje. Niks apart. Nee. Dus dat is puur vandaag? En die vogel op mijn kop, maar nu daarnaast. Die vogel zat gisteren op je hoofd? Ja, die doet af en toe een beetje roken en een beetje bier drinken en ik loop lekker door. Dus die is er morgen en overmorgen ook bij? Ja, ja, dan zit hij weer bovenop de hoed. Dus hoe ga ik jou herkennen? Een hoedje en een vogel op de... Heeft die vogel nog een betekenis? Was een keer waren we het zat en er was een liedje, ik weet niet meer van wie die was, maar dat ging over een papegaai. Ja? Papegaai. Nog een keer? Van de papegaai. Ja, en daar zijn we erop gekomen en toen hebben we papegaaien gehaald. Maar je spreekt in het meervoud, je bent dus met meerdere papegaaien. Ja, er is nog een papegaai, maar die zit inderdaad bij iemand zijn pet op zijn hoofd. Oké, maar die zal... Die komt er nog aan, denk ik. Die komt er nog aan? Ja. Tref je hem dan dadelijk weer ergens? Ja, sowieso op de wedrennen en anders tussendoor. Oké. Dus je loopt lekker je eigen tempo, want als je te veel gaat aanpassen, dan ben je helemaal klaar. Leuk, hè? Ja. Hey, zet hem op. Ja, jullie ook, hè? Werk ze nog even. Doei! Doei, hè? Goedemorgen! Land van Kuik. Land van Kuik. Ja, jullie ook uit het Land van Kuik? Vianen, maar bij Utrecht. Vianen bij Utrecht? Ik wou net zeggen, Vianen is toch Land van Kuik? Sorry. Maar daar zijn jullie wel van op de hoogte dat er dus een Vianen bij Kuik is? Ja, eerder geweest bij ons. Echt waar? 2 jaar terug of zo. Maar jullie zien er weer fantastisch aangekleed uit. Ja. Iedere dag een ander outfit of is het puur vandaag voor de roze woensdag? Hele week? Hele week. Wij vinden het elke dag roze woensdag. Ja, gewoon voor de leuk. Is ook leuk inderdaad. Wat staat erop? Het is voor niemand leuk. Dat is ons devies. Is dat zo? Ja, het is voor niemand leuk de eerste paar dagen. Het wordt pas leuk op het eind van de Vierdaagse. Nou, ik hoor ook wel andere verhalen. Nou, stiekem vinden we het wel leuk, maar... Waar hebben jullie overnacht? In Nijmegen zelf. We hebben een bed en breakfast. Ja? 50 meter van start en finish, dus dat is helemaal goud. Ja. En wordt er dan ook nog iets van het uitgaansleven geproefd of gaan jullie toch op tijd naar bed? S'nachts niet. Nee? Wel smiddags op de wedren. Ja? Maar wij kunnen niet, wij moeten om 3 uur s'nachts op bed uit, hè, dus... Ja. Misschien een keertje niet slapen? Nee. Dat was niet van plan. Wij lopen lekker verder. Vind je het goed? We zien jullie in Kuik. Is goed. Ja? Morgen, hè. Vandaag. Vrijdag, doe maar.
terug, hè? Want uw maatje loopt gewoon verder, zie ik. Ja, ik ook dadelijk. Ja, u ook dadelijk, ja, dat hoop ik wel, ja. Met wie liep u? Met wie liep u? Bert Engels. En die heeft niet eens door dat u bent afgehaakt. Kijk, nou kijkt hij een keer rond van, waar is hij nou? En meester van Eijkers. Hoe gaat het vandaag? Goed. Ja. Goed. Ja? Geen probleem. Het is wel warm. Ja. Beter warm als regen, hè? Ja. Liever een natte kop als natte voeten. Bent u met z'n tweeën vanuit Meel vertrokken vanmorgen? Ja, elke dag. Elke dag? Al ja, 6 jaar. Want er lopen behoorlijk een aantal mensen mee, hè, vanuit Meel? Ja, vrij veel, ja. Ja. 100 zoveel. Ja, treft u die ook zo af en toe onderweg? Sommigen wel. Sommigen wel? Je kent ze niet overal aan, hè. Je hebt wel t-shirts gekregen, maar een ander verhaal. Was u hem kwijt? Ja. Ja, dat is meneer een kwijt, ja. Ik zeg, hij loopt gewoon door, maar gelukkig binnen een paar meter. Dus niet over 2 kilometer. Ja, u voelde het en u buik dat u denkt van ik mis iets. Ja, in mijn rug denk ik was weg. Hoe is het met uw conditie? Prima. Ja? Zeker. Nog geen last van de voeten? Nee. Beetje. Ook niet van de hitte? Nee, dat geeft niks. Goed zo. Ja. Waar heeft u het nou zo al de hele dag over als u met z'n tweeën loopt? Nou, we zeggen niet zoveel. Nee? We genieten van zwijgzaam. Alles wat er omheen gebeurt. Ja? Je kunt daar wel van genieten? Ja, tuurlijk. Wat is de mooiste dag? De mooiste dag? Vrijdag natuurlijk. Ja? Kuik. Ja. Thuiswedstrijd. Thuiswedstrijd. Ja, Beers, Kuik. Komen er dan ook voldoende bekende mensen uit de omgeving u aanmoedigen? Ja. Leuk is dat, hè? Ja, natuurlijk. Nou, wij zijn er dan ook weer bij. Goed. Ja? Zie je hem daar weer? Ja, zeker weten. Ja? Ja. Tot dan. Hoi. Hoi. Goedemorgen, kunt u even vertellen hoe het gaat vanuit Meel eigenlijk? Ja, het gaat prima. We zijn ontzettend blij, zonder blaren, zonder spierpijn. Het gaat heel goed. Is dat nou ook garantie dat het de rest van de dagen ook zo goed blijft gaan? Hopelijk. Bent u een ervaren wandelaarster? Voor de 8e keer nu. 8e keer? Ja. Dan kunt u wel enigszins inderdaad inschatten. Als het zo rond dag 2 zo goed gaat, dan blijft het goed gaan? Dan blijft het waarschijnlijk wel goed gaan, ja. Heeft u ook een rot jaar ertussen gehad? Nee, eigenlijk niet, hè. Nee, niet echt. Nee, niet echt. Nee, u ook niet. Nee, alleen 2006, maar ja, dat was maar één dag. Maar wat bent u van elkaar? Man en vrouw, hè. Man en vrouw, en loopt u al die jaren samen? Ja. Hetzelfde tempo? Hetzelfde tempo, ja, en hetzelfde aantal kilometers. Dat is toch ook best wel knap dan? Ja, zeker. Ja, ja. Traint u ook altijd samen? Ja. Altijd samen. Echt een gezamenlijke hobby? Ja. Maar er zijn voldoende mensen uit Meel die meelopen? Ja, er zijn er verschillende. Ja. Ja. Dus ik geloof dat er zo'n 100 uit Meel meelopen. Ja. Ja, we zien het vandaag goed aan de shirtjes roze van Meel. Ja. Had u gisteren toevallig de groene shirts aan? Ik had de witte. De witte? De u had de groene. Ja. Ja. Oké. Okay. En wat zie ik u morgen in dan? In de witte en in de groene weer. Ja, witte en de groene. En vrijdag ook. Vrijdag ja. Ook. Ja, dan doen we thuiswedstrijd. Hè. Dan doen we wit en groen aan. Goed zo. Tot dan. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dag. Goedemorgen Theo. Goedemorgen collega's van TV Laat van Kijk. We waren al bang dat we hier misgelopen waren. Nee, ik heb wel even naar jullie uitgekeken en het klopte meteen, hè? Ja, meteen. Ja, het klopte meteen. En hoe is het in Wiegen? Ja, het is volgens mij nog maar het begin, maar formidabel moet ik zeggen, ja. Ja. De stemming zit er goed in, hoor. Ja, hij zit er goed in, ja. En dat is in de aanloop ook al in de buitenwijken zo gezegd. Daar is goed feest, ja. Daar worden we heel hartelijk onthaald. Ja. Ik mis alleen je roze shirt. Mijn roze shirt? Roze woensdag. Hoezo? Nou, iedereen... roze woensdag. Oh, ja. Ik dacht dat je een ander shirt bedoelde van toerisme. Nee. Maar dat komt alweer van de week. Dat moest even in de was natuurlijk. Hè? Ja. Nee, nu, vandaag, roze. Doe je niet aan mee? Nee, ik heb er wel wat van gezien, maar ik doe daar wel niet aan mee. Nee. Nou, het valt ons wel op dat het roze gehalte meer in het achterste gedeelte zit als in het voorste gedeelte. Oh, ja. Ik weet niet hoe het komt. Nee? Ik weet het niet. Geen idee. Hoe is het met de voeten? Ja, goed. Eigenlijk goed, ja. Ik moest vanmorgen even op gang komen. Ik was wat slaperig, maar als je dan in Nijmegen... Hoe laat lag je in bed dan? 10 uur. 10 uur? Hoe laat stond je op? Je slaapt niet als... 4:30. Maar je slaapt niet als anders, hè? Nee. Dat is het verschil. Ja. Die laatste nacht wel, denk ik. Ja, dat denk ik wel, ja. Dan zal het goed gaan, ja. Ja. Maar hier is het geweldig en het weer is geweldig. En ik kan er eigenlijk verder weinig van vertellen. Nee. Het is gewoon leuk om mee te doen en leuk om zulke doorkomsten te hebben, ja. Dan hopen we dat we je morgen weer zien. Net zo enthousiast. Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Goed zo. Dank je. Dag. Succes, hè.
gelukkig tref ik toch nog een aantal mensen die ik gisteren ook heb gezien. Ja, dat klopt. Warm? Ja, best wel. Ja? Ja. Warmer dan gisteren. Ja. Maar ja? Goed te doen? Jawel, het is goed te doen. Jawel. Hoe is het gisteren verder gegaan? Goed, wel een paar blaren helaas. Ik wou net vragen, hoe is het met de blaren? Ja. Ja? Ja. En nu? Nu pijn in voeten, maar... Ben je al bij een blarenpost geweest? Nee, er is iemand bij ons geweest. Dus, dus je had ze gisteren al meteen? Ja. Nadat wij je ongeveer geïnterviewd hebben, zijn die blaren gekomen? Ja. Echt waar? Ja. Is het nou ook gewoon zo dat de een daar gewoon gevoeliger voor is? Ik denk het wel. Dat denk ik wel. Ik denk het wel. Ja. Want en, ja, sommigen hebben het gewoon sneller. Zij het meteen. Maar... Ja, hoge luchtvochtigheid speelt ook wel mee. Ja. Ja. Dus, al sokken zonder naden? Ja, dat heb ik allemaal al. En ik, ja, eigenlijk alles. Leren binnenkant van mijn schoenen. Goeie schoenen. Ja. Ja. Maar helaas. Gewoon eigenlijk een klein beetje pech. Ja, een beetje pech. Maar dat loopt dus niet fijn? Nee, niet echt, nee. Maar vergeet je die pijn dan op een gegeven moment? Moeilijk. Ik denk dat het dan inderdaad, zodra het hier druk is en veel, veel publiek, dat je het even kunt vergeten. En als je dadelijk zo'n lang stuk hebt, ja, dan is het weer dan is het weer zwaar. Bezig, ja. Maar goed, het weerhoudt jou dus niet om gewoon door te blijven gaan? Nee, dat niet. Want jij weet nu dus eigenlijk dat het eigenlijk aankomende dagen nog afzien is. Ja. 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 Een beetje medelijden met de dokter? Ja. Ach, gewoon doorgaan, hè. Gewoon doorgaan. Ja, er zijn er heel veel die gewoon doorgaan. Ja, gewoon doorgaan. Ja. Ja, we zijn geen mietjes, hè. Nee. Nee, geen mietjes. Dat vind ik een mooie afsluiting. We zijn geen mietjes. Ja, we zijn geen mietjes. Ja. Nou, tot morgen dan. Staan we in. Waar staan we morgen? Plasmolen. Oké, okay, dat is goed. Tot dan. Doei. Stopping. Hallo. Goedemorgen. Ja, als je er zo mooi uitgedost uitziet, dan mag je wel even voor de camera. Ja, heel even dan. Loopt dat lekker? Ja, ja? Super. Ja. Het is warm. Of lopen jullie iedere dag in zo'n mooie jurk? Ja, iedere dag in iets anders. Ja? Ja, ook in een jurk? Ja, het zijn allemaal jurkjes. Ja, dat loopt dus wel fijn. Ja, heerlijk. En wat zijn jullie van elkaar? We zijn vriendinnen. Vriendinnen? Ja. Eerste keer samen vierdaagse? Tweede keer. Tweede keer? Was dat vorig jaar? Ja. Hoe ging het toen? Super. Super? Ja, vandaag nu weer. Dan dachten we, dat doen we nog een keer. Doen we nog. En volgend jaar weer. En, ik heb er net gezegd van niet. Nee? Nee. Dus het gaat nu niet zo goed? Graag. Nee. Jullie bedanken voor motivatie. Ja, is goed zo. Oké. Ja. Niet zo goed dus? Nee, niet zoveel getraind als vorig jaar. Nee. Hoe kan dat? Geen tijd. Geen tijd? Ja. Ja. En toch mee willen lopen, dus ja, ja dan... Want dat trainen, want jullie lopen er 40? Ja. Hoeveel train je dan? Nou, normaal liepen we iedere week wel 30 kilometer, maar de laatste tijd ze maar alleen 20, 10. Maar dan die 30 kilometer in één keer? Ja, of verdeelt het gewoon iedere week één keer 30 lopen? Ja, ja, ja. En de laatste tijd was dat meer de 20? En 10. En 10? Ja. Oh, het zakte steeds verder af. Ja, het zakte steeds verder af, ja. Maar wel is het nog zo positief dat je denkt, ik ga hem uitlopen? Ja, gaan we uitlopen. Moet kruipen. Ja, 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 sowieso. We lopen hem zeker uit. Dan zoek je gewoon een groep militairen op, die nemen je wel op de rug. Nou, dat is vaak heel andersom hoor. Ja? Ja, wij gaan ze wel voorbij. Dat dan weer wel. Nou, nou, laat zien dan. Oké, okay, goed. Doen, nee. Dag! Goedemorgen. Goedemorgen, wethouder Stoffels. Gerard, ja. Ja, hoe vaak heeft u al meegelopen? Want ik heb u andere jaren niet gezien. Toch de zevende keer al. Echt waar? De zevende keer, jawel. Heeft u ons dan wel ooit gezien bij de Vierdaagse? Ik dacht, de gisteren toevallig lopen, maar anders heb ik het niet eerlijk gezien, nee. Nee, en wij zijn er toch ook echt ieder jaar bij? Ja, met zo'n grote massa, 40.000 man, ja, dan... Ja, dat klopt, ja. Dan val je niet zo op, hè. Maar ja, voor ons toch, en voor bij ons in de omgeving toch een vrij bekend gezicht. Ja, dat kan kloppen, maar... Wordt u nou veel aangesproken als wethouder? Nee, gelukkig niet. Nee? Nee, ik ben gewoon één van de lopers, zoals heel allemaal, ja, nee. Dat is, ook niet van de mensen uit het land van Kuik? Nee. Geen politieke praat? Nee, helemaal niet. Vandaag en morgen en overmorgen helemaal geen politieke praat. Waar gaat het dan zo over dan? Of is het vooral lopen? Lekker lopen en small talk, hè? Een beetje koetjes en kalfjes. En met wie loopt u? Met de zoon loop ik. Ja, en dat is ook al ieder jaar? Nee, de zoon loopt nou de derde keer, hè? Ja, derde keer. Ja. Nou, een leuke familieband opbouwen. Ja, kom je goed met elkaar in gesprek. Nou, in ieder geval tot vrijdag in Kuik. Ja, zien we elkaar. Ja, oké. Okay. Hoi. Hallo. Hoe oud ben jij? 12. 12? Heb je vorig jaar ook al meegelopen? Ja. Ja? Hoe ging het vorig jaar? Goed. Ja. En dit jaar nu? Ja, goed. Ja. Merk je al verschil? Dat je nou een beetje een kenner bent, dat je het al een keer mee hebt gemaakt? Nee. Komen de routes je nou wel bekend voor? Ja. Ja? En wat is dan jouw favoriete dag? Wat vond je vorig jaar het leukst? De laatste dag. De laatste dag, Kuik? Ja.
Komen er dan ook verschillende vriendjes van je om te kijken? Ja, ja. Ja? Of ken jij ook andere jongens van jouw leeftijd die meelopen vanuit Mil? Nee, niet zoveel. Nee. Niet zoveel? Nee, het is ook best wel uniek, toch? Ja, klopt. En met wie loop je? Met mama en mijn zus. Met je zus. Gezellig met de hele familie? Ja. En papa? Die staat elke dag langs de kant. Die denkt, ik doe niet mee. Ja. Heeft hij ooit meegelopen? Ja. Ja, dus hij weet wel wat het is. Ja. En heeft hij hem toen ook uitgelopen? Ja. Ja? Maar waarom wil hij niet meer meelopen dan? Weet ik niet. Zou ook wel leuk zijn, of niet met z'n vieren? Ja, klopt. Nou, haal papa maar over, zullen we nog even zeggen. Papa, volgend jaar doe jij ook weer mee. Ja. Ja? Succes! Ja, dankjewel. Gisteren troffen de burgemeester Boksmeer en vandaag Graven. Hoe gaat het? Nou, ik ben niet ontevreden moet ik zeggen. Dus het gaat goed. Want hoe vaak heeft u al meegewandeld? Dit is de tweede keer dat ik hem probeer uit te lopen. Probeer uit te lopen? Ja, ik heb een keer eerder meegedaan in mijn diensttijd, maar toen brak ik mijn voet de eerste dag. Oh, maar dat is wel een echte reden dat je niet verder kunt. Ja, dat vond ik ook. vond ik ook, ja. Nou, en die pech die zal u niet nog een keer krijgen, denk ik. Ga er niet vanuit. Hoe brak u toen uw voet eigenlijk dan? Gewoon tijdens het wandelen. Een marsfractuur noemen ze dat. Ja? Ja. Dat komt vaker voor? Kennelijk wel. In dienst komt het vaker voor. Gewoon door het wandelen? Gewoon door het wandelen breek je gewoon een middenvoetsbeentje en dan is het eindoefening. Is het niet zo dat u daar nu nog last van heeft met wandelen? Nee, absoluut niet. Absoluut niet? Nee. Met wie wandelt u? Met mijn vriendin. Ja? Die staat daar. Een stukje verder, met z'n tweetjes? Met z'n tweetjes lopen wij. Ja. Gelijk op qua tempo? Gelijk op qua tempo, maar ja, je loopt toch langzamer dan tijdens de training. Ja. Dat is toch wel zo. En hoe is het nou te doen zo, als die mensenmassa bij elkaar komt? Dat... je weet het van tevoren, dus het is gewoon accepteren. Het is gewoon de gezelligheid die het meemaakt. Je gaat in de flow. En moet je op je heen laten komen. En als het te langzaam gaat, dan haal je iemand in en dan ga je verder. Ja. Ja. Voor u natuurlijk vrijdag, leuke dag, Kuik. Ja, dat wordt super. Dat wordt super. Dat super. Ik kwam net mijn collega uit Kuik tegen, die zat daar, voor zijn vrouw natuurlijk. Ja. Die loopt ook mee. Ja, we hadden net ook al wethouder Stoffels. Wethouder Stoffels, ja. Ja. Ja, ja. Sportieve politiek in het land van Kuik. Ja, het kan niet beter, hè? Kan niet beter. Kan niet beter. Nou, ik hoop dat we u ook weer treffen in Kuik. Afgesproken, bij deze. Oké, okay. Dag. Tot ziens, hoi. Dit was het weer voor vandaag. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse in Wijchen. De mensen lopen nog volop Wijchen in. Toch zit het er voor ons weer op. Morgen zijn we er weer. Wij staan in Plasmolen. Tot dan!